Volgende outfit. Lofies. Dat je de puur. Helemaal pies. Oké, cheers. Helemaal terug. We hebben lekker gegeten. Oh, you love me. I know you care. Hij is echt lichtroze. Het is hier een beetje geel. Oké. Wat ik aan heb is dit leuke jumpsuit van Lofies. Kijk hoe zie ik mooi. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe week vlog. Het is vandaag maandag 20 september. En als je heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Dus maandag, het is nog heel vroeg. Ik moet zo meteen van 8 tot 3 ongeveer werken op school. Ik ga... Oh, ik moet even mijn telefoon stilzetten. Dus ik ga zo meteen naar school toe tot 3. Dan kan ik helaas niks filmen, maar... Ik ga vanavond ook sporten en ik moet eventjes dit shotje voor mezelf opdrinken van gember. Dus ik dacht, dat leg ik even vast. Er staat hier een hele verzameling. Ik heb namelijk bij mijn vriend geslapen. Die laatste slok lukte niet. Nou, ik ga nu naar school. Het is maandagmiddag. Ik ben net terug van werk op school. En ik moet dus echt mijn kamer gaan opruimen. Het is echt een ramp. Ik ben morgen dus toevallig vrij. Dus ik ga even cadeautjes gaan kopen. Ik ga morgen mijn wimpers doen. Heel veel zin in. Alleen, ik kom dus nu op het idee. Want mijn gordijnen zijn zo goor. Ik ga even mijn gordijnen wassen. Ik hoop dat dit goed gaat. Maar ik moet eigenlijk mijn kamer opruimen. En echt. Maar ja. Ik ga even mijn gordijnen wassen. Helemaal zin in. Dus ik ga ze er nu afhalen. Geniet van als ik er afval. Nou, de gordijnen zijn eraf. Die zitten nu in de was. Ik heb even de ramen gezinkt. Ik ben nu verder aan het opruimen. Alleen mijn bed moet nog. Wat een licht. Maar ik heb mijn hele kamer opgeruimd. En wij gaan nu hardlopen buiten en dan sporten. Geen zin in. Ik vraag me ook af waarom ik dit ga doen. Maar ja, wel gezond. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik ben vandaag dus een dagje in de vrij. Normaal heb ik mijn minor. En ik had vannacht dat ik bij mijn vriend geslapen ging gisteren hardlopen. Na mijn conditie. Het is echt een ramp. Dus dit ga ik echt sowieso vaker doen. Ik heb net gedoucht. En ik heb geen make-up op. Behalve mijn wimpers. Want ik ga nu mijn wimpers bij laten vullen. Want ik dacht als ik vrij ben is dat wel chill om dat vandaag te doen. Wat ik aan heb is deze trui van de Zara. Giletje van de Zara. Broek van de Bershka. En deze schoenen zijn van Naked. Oh, wij gaan lekker de wimpers doen. En ik moet straks echt mijn gordijn terughangen. En ik ben een beetje verbrand hier. Ik was naar de zonnebank geweest. Oké, de wimpers zitten erop. Ik mag er wel even wat make-up bij doen, want het ziet er niet uit. Er was een pakketje gekomen. Die heb ik even opgehaald. Die lag bij mijn moeder thuis. Heel leuk pakketje. Dus die ga ik zo lekker unboxen. Maar mijn wimpers zitten erop. Ik ga morgen namelijk foto's maken met Donna. Dus het is heel chill dat mijn wimpers er maar op zitten. Want dan zijn de foto's altijd wel iets mooier. Dus ik ga nu lekker naar huis. Ik wilde eigenlijk nog naar een winkel gaan om een cadeautje te kopen. Alleen ze hebben het daar toch niet. Dus ik ga toch niet langs. Maar ik ga nog even kijken wat ik ga doen. Misschien toch mijn kamer nog even opruimen wat ik elke keer uitstel. Nou, hier is de doos. Ik ga hem even openmaken. Even een mes pakken. Ik twijfelde wel heel erg over de kleur. Maar er waren echt mega veel kleuren uitverkocht. En ik vond deze dus wel echt heel mooi. Die had ik een keer bij iemand gezien. Dus ik dacht... Het maakt mij eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ook niet heel veel uit. Dus ik heb volgens mij de Dusty Pink. Of... Het is dus de lichtroze. Je ziet het nu niet heel goed, maar hij is echt lichtroze. Het is hier een beetje gek licht. Echt heel erg mooi. En deze is 76 centimeter, de grootste. Ik zit in de auto. Ik ga toch even die laarsje kopen. Want ik heb zondag dus verjaardag van Donna. En ik wilde even een cadeautje kopen. Dus ik ga er nu naar kijken. Ik ben nu naar Den Haag gereden. En ik weet dus niet of je hier een parkeerschijf moet neerleggen. Maar jullie zien mij zo. En ik moet straks echt wel make-up omhoog doen. Want ik heb echt een rood hoofd. Ik ben thuis. Die zwarte laarsjes hadden ze niet meer. Dus die ga ik vanavond bestellen. Ik heb wel heel leuk inpakpapier. En ik heb die zwarte laarsjes. En ik dacht, ik koop ze ook maar in het wit. Want ik vind dat wel heel erg leuk. Dus nu heb ik ze ook in het wit erbij. Love it. En ik ga nu even kijken. Want als het goed is, is nu mijn vlog online gekomen. Oké, ik had niet meer gefilmd. Maar ik ben bij mijn vriend. En kijk hoe schattig. Echt
heel lief. Dus wij gaan serie kijken en dan lekker slapen. En morgen gezellig met oma. Het is vandaag woensdag en ik ga vandaag foto's maken. Dus ik dacht, het is wel leuk om jullie een keertje mee te nemen. Het is nu 9 uur, wel een beetje aan de late kant. Ik heb afgesproken om donderdag om 11 uur op te halen. Dus wat ik ga doen, ik ga eerst even ontbijten. Dan ga ik douchen. Mijn benen scheren voor foto's waar je mijn benen ziet. En dan ga ik me klaarmaken. Dus ik ga jullie even lekker meenemen. Nou, ik was me aan het klaarmaken en opeens om 9:10 belt de bezorger aan. Ik had namelijk zelf iets besteld. Bij de Lidl Green Bag. Waarschijnlijk kennen jullie dat wel. Nou, gisteren heb ik natuurlijk mijn koffer gekregen van Zoet Zoet. En ik dacht, ik wil hem toch wel eigenlijk goed beschermen. Dus ik heb gelijk ook de hoes erbij gekocht. Zodat je die er overheen kan doen tijdens het vliegen. Want je koffer wordt natuurlijk de hele tijd op en neer gegooid. Is dit nou de goede kleur? Nee, dit is de goede. Dus dat is die. Maar die ga ik er niet nu omheen doen. Dat doe ik wel vanavond. Ik ga nu snel douchen. Nou, dit zijn de dingen die ik nieuw heb. Ik ga even laten zien wat ik allemaal meeneem. Als eerst dit zwarte giletje van de Zara. Dan dit witte giletje van Lovies neem ik mee. Dit setje van Lovies met dit rokje en dit blouseje neem ik mee. Deze jurk van Naked neem ik mee met eroverheen een Spencer. Deze twee Spencers neem ik mee. Deze van Shein. Deze volgens mij ook. Dan neem ik ook nog wat tasjes mee. Ik neem ook nog mijn zadigtas mee, maar die doe ik om. En ik moet nog heel even wat extra kleding uitzoeken, maar dat ga ik zo doen. Ik heb gedoucht en wat outfits al klaargelegd. Ik denk dat ik dit rokje, dan zwarte laarzen en een giletje als eerst even aandoen, omdat dat makkelijk is. En ik ben nu bezig met mijn make-up. Dus ik heb al lekker alle vlekken op mijn gezicht zitten. Waarom staat hij niet scherp? Ik doe altijd mijn make-up voor een hele felle lamp, omdat ik anders bang ben dat je echt helemaal bruine vlekken krijgt. Dus ik heb nu als eerst mijn foundation en doe ik mijn concealer tegelijk ook. En door mijn foundation hele wat bruine stipjes, anders dan is hij te licht. Oké, de foundation zit erop. Dan gebruik ik een poeder. Ik gebruik die van Rimmel London, want die is een beetje donker. En de foundation die ik gebruik was van Estée Lauder. Lijkt nu heel wit, maar het valt best mee. Dan gebruik ik de Hoola bronzer. En echt om te contouren gebruik ik dan deze van Ethos. Heel erg fijn. En ik gebruik altijd een klein beetje blush. Maar daar zit geen merkje meer op. Dus dat ga ik nu even opdoen. Dan doe ik altijd een beetje witte poeder hier. Ik zie dat deze kant hoger is. Want dan zie je die lijn wat beter. Dan doe ik altijd een klein beetje highlighter. MAC Soft & Gentle in mijn ooghoek. En dan doe ik mijn wenkbrauwen met de Anastasia Deep Brow. En dat is mijn make-up routine. Ik vind mijn wimpers zo mooi. Ik ben er echt zo blij mee. Als je in de buurt van Wassenaar woont, moet je echt hier naartoe gaan. De make-up zit erop. Ik zal de lamp even omlaag doen. In ieder geval, ik twijfel dus echt mega erg of ik make-up op mijn onderwimpers wil doen. Omdat het heeft wel een mooier effect, maar het wordt wel weer heel heftig. Dus ik twijfel een beetje. Ik ga in ieder geval eerst even mijn haar doen. Ik ga het gewoon stylen. Met de steltang gewoon. Oké, ik ben helemaal ready. Ik ga toch geen make-up op mijn onderwimpers doen. Wat ik dus nu aan heb is het giletje van de Zara, trui van Naked, broekje van Naked en mijn laarzen. Dus ik ben helemaal blij met de eerste outfit. En dan ga ik lekker Donna ophalen. Oké, ik ben met Donna. We zijn in Amsterdam. En het is weer echt één grap. Want de parkeergarage is dicht waar we foto's wilden maken. Dus ja, we hebben nu nog wel iets gevonden. Maar het is wel minder leuk dan dat we hadden gehoopt. Helaas. Maar ja, dit is op zich allemaal best schoon. Dit kan je allemaal wegvegen. Ja, het komt goed. Het komt goed. En bij die lift kan je ook nog en daar staan. Kan ook nog. Nee. Dus we zijn in Amsterdam bij de Houthaven. Smart is nu helemaal dicht. Dus ga er niet naartoe als je foto's willen maken. Nou, locatie nummer 1 hebben we dan maar zo gedaan. Ik heb net met zonder hoedje foto's gemaakt. En we gaan zo verder naar de volgende outfit. Heel leuk. Ja, die ja. Oké, nou, we hebben de volgende outfit aan. Oh, hier je telefoon. Oh, perfect. Volgende outfit. Lovies. Ik weet niet waar we... Bij Mustafs. En deze is van Naked. Ja, van Naked. Die is van jou. Dus we gaan nu even outfit foto maken.
Ga jij maar even een foto gaan. Zo. Nou, de eerste twee foto's zitten erop. Ja! Yeah. We hebben nu gewoon beneden foto's gemaakt. En we zijn nu bij de Burger King. Die zitten hier dus heel dichtbij. Dus we hebben even lekker Burger King gehaald. Ik ben heel benieuwd. Ik eet hier echt nooit. Wel weer heel ongezond. Ja, vorige week was het. Ja. Gaat het uit? De motor is nu toch gewoon uit? Ja. Blijft de radio aan? Ja, denk ik. Oké. Okay. Nou, lekkere fantaatje. Goed drinken. Daarna gaan we knallen. Oké. Oké. Nou. Die zijn van mij. Ja, ik wou net zeggen, wat is dat? Oh, het zijn mijn uieringen. Uieringen. Alles is eruit. Kijk dan. Maar wel heel lekker dit. Thank you. Oh, ik hou van deze frietjes. Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar omdat jij zo enthousiast bent. Ja, dit is echt, daarvoor zou ik wel naar de Burger King gaan. Ja. Hier dan. Ze hadden wel wat meer saus erbij mogen doen. Ze vroegen mij niet eens of ik saus wilde. Nee. Dus ik zei, mag ik ook saus? Ja. Helemaal zin in. Nou, we zijn weer helemaal terug. We hebben lekker gegeten. Er hebben alweer twee foto's op zitten. En we gaan door. Ik kan hem ook hier opzetten. Nou, laten we dat maar eigenlijk niet doen. Oh nee, nee, het is gespeurd. Nou. Oké, ik ben weer terug van foto's maken. Het was echt een super leuke dag. Heel veel leuke foto's gemaakt. Dus ik ben helemaal blij. Ik ben nu mijn kleding weer terug aan het leggen. En ik heb even deze mooie roze. Deze rode roos in een vaas gedaan. Ik ga nu lekker avond eten. En ik moet ook echt nog iets aan school doen. Dus dat is wel een beetje stom. Maar morgen moet ik nou de hele dag naar school en werken. Dus dan kan ik het niet doen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Oh. Op donderdag is de dag dat ik echt gewoon niks film. Omdat ik dan en de hele dag moet werken op school. En daarna moet werken voor mijn eigen werk. Dus dan kan ik gewoon niks filmen. Omdat ik daar niks kan filmen. Maar het is vandaag vrijdag. En ik heb vandaag de hele dag minor. Bewegingsonderwijs. Dus ik ga naar de hogeschool. Ik ben onderweg. Het is nu 8 uur. En de les begint om 8:30. En dat duurt tot 16:30. Dus dat is wel echt best wel lang. En wat we gaan doen is gewoon alleen maar sporten, oefeningen en ja, lessen voorbereiden en allemaal dat soort dingen. Ik zal net zoals vorige keer, als ik weer wat dingen film, er gewoon in plakken. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En ik moet nu gaan rijden. Ja? Het is vrijdagavond en ik heb net mijn moeder gewacht naar Schiphol. Opgehaald. Opgehaald. Het is nu 19:30, we gaan lekker uit eten. Oeh. In Den Haag. Oeh, de lucht is echt heel mooi. Wowie. Prachtig. Prachtig. Dus wij gaan lekker uit eten. Ik had vandaag de hele dag mijn minor, dus ik ben wel een beetje moe. En ik heb nu al spierpijn. Als het goed is, zal ik hiervoor twee filmpjes doen van wat ik heb gedaan. Wat ik vorige week ook gedaan. Ik weet niet of je dat leuk vindt om te zien. Maar wij gaan in ieder geval nu lekker uit eten. Waar gaan we eten? Triana. Maar ik weet niet of mensen dit iets zegt. Triana en echt lekker tapas. Tapas eten. Nou. Dus het is voor mij de eerste keer. Dus ik zal jullie daarna een review geven. Dan het eerste ben vergeten. Maar ja. Dat je de pimentels niet hebt gefilmd. Goedemorgen, het is vandaag. Nou, goedemorgen. Waarom zeg ik goedemorgen? Het is vandaag zaterdag. Het is inmiddels bijna 5 uur. Ik moet echt zo gaan haasten. Gisteren was ik dus uit eten met mijn vriend. Het was echt super gezellig. En heel lekker gegeten. Echt een aanrader. Maar ik heb dus straks een 21 diner van Sas. Dus ik ben me eigenlijk nu heel snel aan het klaarmaken. Want ik moest vanochtend werken en ik moest om 6 uur beginnen. Dus ik ben echt heel moe. En ik heb dus net niet kunnen slapen, want het is niet gelukt. Ik doe ondertussen even deo op. Maar ik word dus om 17:45 opgehaald. Dus eigenlijk al echt super snel. En ik moet alles nog doen. Ik heb nu net snel gedoucht. Ik wilde eigenlijk ook mijn haar krullen. Dus ik moet even kijken of dat gaat lukken. Ik ga in ieder geval nu mijn jurk aandoen. Het thema is geel. Dus ik heb een geel jurkje. En dan ga ik heel snel me omkleden, alles. En dan hopen dat ik op tijd ben. Laatst was in de badjas. Dus
het verschil mag er wezen. Nou, Eve heeft me opgehaald. Ze zit in de auto. Lekker voor mijn haar dit. Het is toch geen krullend haar geworden. Ik weet nou niet of straks dat... wel. Ja, straks is het wel krullend. Ik heb ook weer even die strips op mijn tanden gedaan hoor. Ja? Kijken? Dus het helpt echt hè? Ja, het helpt echt. Maar ik had de volgende dag de hele dag pijn aan mijn tanden. Ja, maar je moet ze ook echt niet lang doen. Ja, ik had ze echt veel te lang gedaan. Een uur of zo. Ja, dat moet je zeggen. Ik had zoveel pijn dat ik gewoon niet kon eten en drinken. Oh my god, dat moet je echt niet doen. Maar ik mag ze ook niet gebruiken. Nou, er stond dus, ik ging daarna toen, want ik had helemaal stress. Toen ging ik een review lezen. Stond er dat je gaatjes in je voortanden kan krijgen. Maar letterlijk, ik was aan de tandarts en andere mensen die kennen hem ook. Oké, we zijn aangekomen op het 21 diner en ik ga het even laten zien vanaf het begin, want het is echt zo mooi. Als eerst dit al, hoe mooi, en dan loop je hier zo doorheen en dan deze leuke gele ballonnen en kijk dan hoe amazing, echt. Kijk hoe ziek mooi. En de tafel. Hebben jullie dat ook? Oh. Oké. Okay. Ja, hij loopt het tijd. Maar jullie zijn gratis. Ja, verschermelpies. Oké, cheers. Zien jaar ze Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ben benieuwd wat ik gisteren allemaal heb gefilmd. Volgens mij echt hele leuke beelden. En we hebben lekker bij Sas geslapen. De tafel staat er nog. Het was echt fucking leuk. Oh, dat moet ik niet zeggen. Het was echt heel leuk en echt heel, heel mooi. En wij gaan nu naar huis toe. Ik heb zo meteen de verjaardag van Donna. Dus ik mag ook een beetje gaan opschieten. Maar heel veel zin in. Dus ik moet nu onder deze outfit die witte laarzen aandoen. Want ik heb geen andere schoenen mee. Nou, een heel ander beeld dan de vorige. De krullen moet ik zo even nog uitborstelen. Ik ben heel snel aan het klaarmaken. Je moet eigenlijk echt al onderweg zijn. Maar ja, wat ik aan heb is dit leuke jumpsuit van Lovies. Ik doe daar overheen een giletje. En ik doe mijn witte laarzen weer onder die ik gisteravond aan had. Ik ben zo blij dat ik gisteren geen hakken aan had. Want ik kon het gewoon niet meer aan. En ja, ik heb er mega veel zin in. Ja, ik heb eigenlijk ook alweer een beetje trek. Dus dat is leuk muziekje. Ik ga het wel even gezellig. Ja, volgen. Een beetje. Oké, ik ben weer thuis. Ik was natuurlijk op de verjaardag van Donna. Het was echt super gezellig. We hadden lekker high tea en gewoon wat gegeten en gedronken. We hadden lekker fotootjes gemaakt. Het was super gezellig. Ik heb nu weer een andere outfit aan. Ik had dat jurkje aan van Lovies, maar die is gewoon echt mega strak. En ik ben nu met mijn vriend en twee vrienden uitgenodigd. En daar gaan we nu mee eten. Dus we zijn even naar de supermarkt geweest. En we hebben wat hapjes neergezet en we gaan waarschijnlijk ook wat cocktails maken. Ik denk niet dat ik iets ga vloggen, maar in ieder geval, ik hoop wel dat jullie het heel erg leuk vinden, deze vlog. Ik was vergeten de vlog al te sluiten. Ik hoop dat jullie het alsnog heel leuk vonden. Het was echt een heel druk weekend. Ik ben echt helemaal kapot. Maar ik hoop dat jullie het toch heel leuk vonden. En dan hoop ik je heel snel weer te zien bij een nieuwe weekvlog. Doei doeg!